Euskannakiol bevindt zich momenteel in het oog van de storm met toenemende kritiek en twijfels over zijn recente onthullingen over Matthijs van Nieuwkerk. In RTL Boulevard wordt nu openlijk betwijfeld of Akjol de waarheid spreekt. Het is vreemd, het komt zo ongeloofwaardig over. De breuk tussen Euskannakiol en zijn voormalige tv-buddy Matthijs van Nieuwkerk is opmerkelijk abrupt. Akjol beweert dat hij een compromitterend filmpje heeft gezien waarin de DWDD beroemdheid zich wangedrag vertoont. Maar volgens recente berichten is het bewuste filmpje niet wijd verspreid in Hilversum, wat de geloofwaardigheid van Achilles verhaal in twijfel trekt. De vraag rijst zelfs of het filmpje überhaupt bestaat, ondanks Achilles volharding dat het beelden betreft die voor de DWDD documentaire van 2015 zijn geschoten, maar nooit zijn gebruikt. Tina Nijkamp, expert op het gebied van kijkcijfers, wijst erop dat de regisseur van de bewuste documentaire, Helene Mindra, mogelijk meer inzicht kan geven. RTL Boulevard heeft contact opgenomen met Mindera om opheldering te krijgen over de ruwe beelden waar Akjol naar verwijst. Echter, volgens Mindera zijn deze beelden niet meer in omloop en zijn ze zelfs vernietigd. Hierdoor lijkt het steeds onwaarschijnlijker dat het bewuste filmpje daadwerkelijk bestaat. De twijfels over de geloofwaardigheid van Eus kan Akjol nemen toe, met suggesties dat hij mogelijk onwaarheden verspreidt. De verwarring en onzekerheid rondom deze kwestie groeien, en zelfs Johan Derksen, eerder terughoudend, uit nu ook zijn twijfels over zijn collega. Job Knoester lijkt echter nog vertrouwen te hebben in Akjol, waarbij hij aangeeft dat als Akjol iets vertelt, ervan uitgegaan moet worden dat het waar is. De discussie rondom deze zaak lijkt zich te verdiepen, en de vraagtekens stapelen zich op terwijl de waarheid steeds moeilijker te achterhalen lijkt.